Wat ga je doen? Ik ga kijken of ze mee wil doen voor een trainingssessie. Ah, en waarom trainen jullie met haar? Als ze hem aanraakt, dan doe een klikje. En dan weet ze, ik heb het goed gedaan. Ik vind het knap hoor. Waarom worden luiaards lui genoemd? En het antwoord is... Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben Carlijn en ik ga hier in Dierenpark Amersfoort een aantal dierenvragen beantwoorden. Vandaag ga ik naar de nacht, want daar wonen de luiaards. En Lily Marie vroeg zich al af, waarom worden luiaards lui genoemd? Nou, ik heb wel eens onze luiaards gezien en die zijn zeker niet lui. Dus ik ben ook wel benieuwd waarom dat zo is. Ik heb daar afgesproken met Christel en zij kan al onze luiaardvragen beantwoorden. Want zij werkt al heel lang met deze bijzondere dieren. Dus we gaan naar de nacht. En ik heb de vorige keer ook al gezegd, maar heb jij een dierenvraag? Stel me hieronder of ga naar TikTok. Want op TikTok kan je ook al je dierenvragen kwijt. En wie weet beantwoord ik dan wel de volgende keer jouw vraag. Nou, op naar de nacht. En gelukkig is het daar lekker warm binnen. Dus laten we gaan. Ik ben ondertussen in de ingang van de nacht. En zoals jullie zien is het al aardig donker. Maar als we dan door deze deur gaan, wordt het licht. Hallo Christel. Hey Carlijn. Ik dacht we gaan naar de nacht toe, maar het is niet te donker. Nee, het is nog niet de nacht. Oh, want het is ook hier soms licht. Ja. Oké. Ja, dan kunnen wij 's ochtends onze werkzaamheden gewoon doen. Alle dieren even zien voor de dag begint. Dus dat is super fijn. En als de dag begint, dan wordt het donker. Ja. Hey Christel, ik ben er natuurlijk al een keertje met je bij de luiaard geweest. Dat klopt. Maar ik heb nog heel veel vragen gekregen. Ja, ik vind het leuk dat je terug bent. Ja, want ik ben ondertussen benieuwd. Hoeveel luiaards wonen hier nu? Er wonen hier totaal nu 5 luiaards. 5. En de eerste, die heb ik al gespot. Die ligt hierboven. Ah, en wie is dit? Dit is Cinco. En Cinco is een? Een mannetje. Een mannetje. Ja. En hier woont één luiaard of woont hier nog eentje? Nee, 2. En de andere, ik hoop dat je een beeld krijgt, die heeft zich hier verstopt. En dat is onze Lima. Lima is het vrouwtje wat hier woont. Oh, ja. Ja, dit is voor hun heel comfortabel om te slapen. Want hoe kleiner je bent, hoe slechte roofdieren jou kunnen vinden. Oh ja. Hey, en hier zit dus een mannetje en een vrouwtje. Maar Hielke stuurde allemaal al de vraag. Wie is eigenlijk de baas bij de luiaards? Nou, eigenlijk niemand. Luiaards leven vaak alleen. Solitair, zoals wij dat noemen. En daardoor is er dus niemand de baas. Maar als het hier om eten aankomt, is de vrouw toch je baas. Hey, yes. Ja. Oké. Okay. En ik kreeg ook heel vaak de vraag. Hoe oud worden luiaards? Ja, een luiaard is ongeveer tussen de 30 en 40 jaar oud. Ze kunnen ouder worden. Dat heeft ermee te maken natuurlijk hier is genoeg eten. En de dierenartsen is er als ze ziek zijn. Dus ze worden hier veel ouder. In het wild is het een beetje anders. Dan worden ze met 20 jaar. Maar het heeft te maken dat hun leefgebied natuurlijk kleiner wordt. Dus in dierentuinen worden ze een stukje ouder. Ja. Oké, en dan kreeg ik dan nog een hele leuke vraag. Ja. Want hoe lang leven de luiaards al hier op de aarde? Nou, de laatste luiaard is uitgestorven ongeveer 10.000 jaar geleden. En die was zo groot als een olifant. Als een olifant? Ja, dus die hadden wij hier in de nacht, hadden we er geen plek voor gehad. Jeetje. Aha, maar gelukkig zijn er nog een paar luiaards overgebleven. Ja, gelukkig wel. En zij is ook wat kleiner, wat compacter geworden. Dat is wel handiger voor ons. Ja. En hier leven dus 2. Kunnen we nog de andere 3 ook even gaan zoeken? We kunnen even op zoek gaan. Even kijken of die al wakker zijn. Ja. Ja, is dit Amaka? Dit is Amaka. En hoe herken je haar? Heel makkelijk. Ze heeft nu een jongen op de buik. Daar is een beetje aan het herkennen. Maar zij heeft ook een ander gezichtje dan onze Quasimodo. Quasimodo is weer echt een goed voorbeeld van hoe kun je comfortabel slapen onder een lamp. Ik weet niet of je mijn beeld krijgt. Dat wordt heel moeilijk. Maar het is heel jammer, want hij ligt daar soort van plat onder de lamp te slapen. Ja, en eigenlijk worden ze een beetje wakker op het moment dat wij dus onze dag beginnen in de nacht. Met het wegruimen van de mest, de paden vegen, verrijking weghalen, nieuwe takken geven. Dan worden zij een beetje wakker. En dat geeft ons een kans om ze goed te bekijken. En zij heeft nu een jong op de buik. Hoe oud is dat jong? Dit is Diego. En Diego is van, uit mijn hoofd, april. Oké. Okay. Wat krijgen de luiaards als ontbijt? Ze krijgen een beetje groenten, wat brokjes, speciale plantenetenbrokjes. Want een luiaard is natuurlijk voornamelijk planteneter. Daar zijn we een speciale brok voor ontwikkeld. En daar maken we een soort mengseltje van. En dat krijgen ze in de ochtend. Nog een keertje in de middag en het eind van de dag andijvie. Wat ga je doen? Ik ga kijken of ze mee wil doen voor een trainingssessie. Ah, en waarom trainen jullie met haar? Voor een aantal redenen eigenlijk. Om de conditie goed te kunnen bepalen. Bij luiaards kun je, zoals wij dat noemen, body condition scoren.
kun je mijn luiaard niet zo heel goed uitvoeren, omdat ze heel veel haar hebben. Dus je kunt eigenlijk niet bepalen of ze te dik of te dun zijn. Dus we vragen ze naar een station te komen waar we ze kunnen wegen. Onder die station kunnen wij weegschaal schuiven en dan weten we het gewicht van het dier. Maar daarnaast ook, luiaards hebben natuurlijk hele lange nagels, daar staan ze een beetje onbekend. En die nagels, als ze te lang worden, dan kunnen ze te ver doorgroeien waardoor ze in hun huid gaan komen. Prikken. Ja. Dat doet natuurlijk zeer. Ja. Plus, ze kunnen over elkaar gaan staan, dat doet natuurlijk ook heel veel pijn. Dus wij zorgen eigenlijk dat we de luiaards kunnen pedicuren en manicuren. Oh, wauw. Ja. Oké, en nog even over dat wegen, want dat gebeurt natuurlijk hangend. Want ja, de luiaard die blijft natuurlijk ook gewoon hangen tijdens het wegen. Ja. Dus die ligt dan met zijn rug op de weegschaal. Een soort van wel. We kunnen zo meteen de station wel even in beeld brengen, want daar gaat ze zo meteen naartoe. En nu krijgt ze iets lekkers omdat ze naar je toe is gekomen. Ja. En wat geef je nu haar voor lekkers? Ik heb stukjes peer meegenomen. Zo, we gaan eens even kijken of ze mee wil naar de station. Dus ik ga even demonstreren hoe lenig ik ben. Nou, die jongen is wel echt heel groot. Ja, hij groeit als kool. Ik wou je zeggen, er ligt gewoon bijna een volledige luiaard bovenop er. Ja. Hoe lang blijven ze op haar buik liggen? Dat is een beetje afhankelijk. Sommige jongens zijn 9 maanden oud als zijn moeder denkt, nou, nu is het klaar om op eigen benen te staan. En sommige blijven tot wel een jaar bij ze. Nou, ze moeten volgens mij flink wat gewicht nu meenemen. Ja. Ja. Daarom, als wij haar nu zouden wegen, hebben we niet echt het gewicht van haar natuurlijk. Dus dan moeten we nog een moment vinden om haar te wegen zonder jong. En dan weten we ook wat het jong weegt. Oh ja. En als ze hem aanraakt, dan doen we een klikje. En dan weet ze, ik heb het goed gedaan. Ik heb het lekker. En zo kan je er helemaal naar de station, zoals je noemt, begeleiden. Ja, ik ga haar helemaal meenemen naar dit mooie donkere plekje tegen die. Oké. Ja, ze beweegt zeker snel. Ja. Want ik had van Lily Marie de vraag gekregen, ja, waarom heten ze lui? Maar als ik ze zo zie, zijn ze niet echt lui. Nee, dat klopt. Ze hebben een beetje de omschrijving lui gekregen omdat zij langzaam bewegen. En dat komt omdat zij gewoon niet zo snel een stofwisseling hebben. Zij eten voornamelijk planten. Nou, planten zit niet zoveel energie en koolhydraten, waardoor je dus graag veel kan bewegen en veel energie hebt. Dus dat verteert allemaal wat langzamer. En daardoor doen ze gewoon wat rustiger aan. Ja. Maar ze kunnen dus ook heel snel zijn. Ze kunnen. Ja, als het, bijvoorbeeld als ze haar jong kwijt is. En het jong begint te roepen, is ze zo bij hem. Ja, maar dat hoeven ze dus niet altijd gewoon te doen. Dus ze doen dat alleen maar als het echt nodig is. Ja. Dan nemen ze een soort van sprintje. Ja, nou, en ik weet niet of die al in beeld is in de kamer. Dit is dus de station waar ik haar eigenlijk op wil vragen. Zij komt zo meteen hier op te hangen, in het midden. En we hebben dit buisje waar ze dan een poot op kan leggen, waardoor wij dan de nagels kunnen doen. En dat trainen doe je dus echt stapje voor stapje? Stapje voor stapje, ja. En zoals je ziet, de luiaard is natuurlijk niet snel, dus we moeten veel geduld hebben en veel rekkers. Je moet veel tijd uitrekken om even je luiaard te trainen. Ja, nou komt ze toch nog wel aan. En dan kunnen wij vanuit deze houding kunnen wij haar wegen. Dus dan zetten we het hele toestel zetten we dan op een weegschaal. En dan kunnen we haar wegen. Oh, dus je neemt dit hele... Ja, die kunnen we zo optillen. Helemaal mee. Zonder luiaard erop natuurlijk, want anders vinden ze het wel heel spannend. Ja. Op een weegschaal zetten en dan kunnen we haar wegen. Oké. Nou, ik vind het knap hoor. Ik vind het ook echt heel leuk om een keer zo van dichtbij te kunnen zien, Christel. Ze zijn bijzonder, hè? Ook van zo dichtbij. Oh, ik moet nog niet lezen. Nou, wat je nu ook heel mooi ziet, nu we zo dichtbij haar kunnen komen, is dat ze een hele natte neus heeft. Maar eigenlijk hebben ze een natte neus, juist omdat ze en niet goed horen en niet goed kunnen zien, gebruiken zij hun reukzintuig. Kijk, ze laat het even zien. Gebruiken zij juist hun reukzintuig heel goed. Ook op het moment dat zij dus een nieuwe geur, stel ik had nu mango bij me, dat ruikt natuurlijk heel anders. Dan zou ze waarschijnlijk eerst even niezen om haar neusgaten vrij te maken voor de nieuwe geur. Oké. En ze wonen natuurlijk in hele dichte bossen, dus dan is het ook waarschijnlijk wel heel handig om goed te kunnen ruiken. Ja, zeker. Ik kreeg ook de vraag van Anita, want ze leven dus in die bossen, maar hoe versieren luiaards elkaar? Ze kunnen, ik heb het hier nog nooit gehoord, ze kunnen verschillende geluiden maken. Als een vrouwtje dus klaar is om te paren, staan ze een beetje onbekend om een mannetje te roepen, schreeuwend.
Oh, ja. Dat de man maar goed weet dat hij moet komen. Is, ja, dat het tijd is voor het paarseizoen. Ja. Als mama het jong kwijt is, dan wil ze het jong ook nog wel eens roepen. En dan maakt het een soort diep, ja, proestend geluid. Dus ja. Het is een heel bijzonder geluid. Ik kan het niet goed opschrijven, maar ik heb het één keer gehoord. En je merkt dan dat het jong op meteen reageert door mama op te gaan zoeken. Oh ja. En als wij klaar zijn met de training, dan vragen we haar meestal eraf te komen. Of we laten haar zelf kiezen of ze nog door wil gaan. Oké. Okay. Ja. Nou, Maarten ziet er wel wakker uit. Ja. Tijd voor ontbijt. Ik wou zeggen, volgens mij moesten ook eigenlijk ontbijt gaan maar klaarmaken. We werden een beetje afgeleid. Ja, nou ja, als je een mooi moment hebt om te trainen, dan moet je dat vooral nemen. Vooral bij Laiaert. Ja. Tada! Met Ronnie op de film. Tada. Dat is Ronnie. Dag Ronnie. Ronnie zorgt dat de lampen goed werken in de nacht. Ja, precies. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, precies. Ook belangrijke taak. Ja. En jij zorgt dat de luiaards ontbijt krijgen. Ja, wij gaan nu het ontbijt voor de luiaards bereiden. Dus ik heb wat bakjes nodig. En natuurlijk het voer wat gisteren voor ze alvast gesneden is. En wat is dit allemaal voor lekkers? Nou, je ziet al dat het in ieder geval verschillend gesneden is. Dit is voor de luiaards die we net hebben gezien. Voor Quasimodo, Diego en Amaka. We snijden het altijd wat lang, zodat ze het makkelijk vast kunnen houden. En er is een beetje broccoli zo te zien. Ik heb broccoli, koolraap. Koolraap, ja. En ik denk dat geen kind meer koolraap kent, maar dit is koolraap. Nee, witlof. Oh ja. Er zijn ook heel weinig kinderen die broccoli volgens mij echt heel lekker vinden. Ja. De luiaards vinden het heerlijk. Christel, toen we net zo heel dicht bij Amaka stonden, hè? Ja. Nou, dan echt, dan jeuken mijn vingers om niet aan er te gaan zitten. Want ze ziet er natuurlijk echt heel lief uit zo dichtbij met de lange haren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Kan je de luiaards aaien? Nee, dat vinden ze niet zo fijn. Omdat ze niet zien door wat ze aangeraakt worden. En ja, ze vinden het over het algemeen niet zo heel fijn om aangeraakt te worden. Ja. Dus als ze het niet fijn vinden, gaan ze met hun nagels proberen te slaan. Oeh. Dus dat, ja, en dan zijn ze wel snel. Ja. Dus zou ik het aanraden bij het eieren? Nee. Absoluut niet. Het enige moment dat wij ze een keer aan moeten raken, is dus om conditie te bepalen. Zijn ze te dik, zijn ze te dun? Als we bijvoorbeeld geen weegschaal hebben. En als ze een dierenartsbehandeling nodig hebben. Ja, dus echt in de uiterste nood of als gezondheidscheck, dan raken jullie ze wel eens aan. Ja. Krijgen ze ook brokjes te eten? Ja, dit zijn speciale brokjes gemaakt voor planteneters. Oh, ik vind het er ook wel gezellig uitzien met het mooie kleurtje. Ja, deze drie bakjes, ontbijt. Voor zometeen. Oké, okay. Nou, dus dat ontbijt klaar? Ja. Ik heb eigenlijk nog wel een soort van kleine verrassing, Christel. Oh. Zullen we ik even naar... Ja, dat dacht ik al. Zullen we even naar buiten gaan? Naar buiten? Ja. Dus, handig om even je jas te zoeken. Maar ik wil je even iets laten zien. Oké, nou, laat me zien. Weet je wat de verrassing is? Nee. Wij stonden hier natuurlijk een tijdje terug, omdat het jaar van de eikelmuis. Ja, precies dezelfde flessenbak. Ja. Want toen gingen we jaarlang flessen inzamelen om de eikelmuis te beschermen. Ja. Dit jaar hebben we een nieuwe actie. En jij mag raden voor welk dier. Nou, ik zie de foto er al bij staan. Van de luiaard. Ja! En ja, zo zie je niet alleen de luiaard, maar ook de Titi. Ja, klopt. Ja. Want wij gaan dit jaar flessen inzamelen voor Projecto Titi. En Projecto Titi die beschermt een heel groot natuurgebied in Colombia. Waar onder andere de luiaard leeft. Ja. En dat doen zij door bijvoorbeeld plastic te recyclen. Om daar hekpalen van te maken. Zodat de bevolking niet het bos in hoeft om daar hout te halen. En ze planten ook bomen terug. Dus dit jaar, als je dan je petflesje inlevert in de bak, help je gewoon de luiaard. Nou. Dus jij gaat wel flessen verzamelen, toch? Ja, zeker. Dat kan niet anders. Alles voor de luiaard. Alles voor de luiaard. Wij gaan ons daar dit jaar hard voor inzetten. Ik doe natuurlijk ook altijd in mijn video een challenge. Een challenge. En dat vinden jullie altijd super leuk. Dus dit keer heb ik natuurlijk ook een fantastische challenge. De vraag was natuurlijk waarom luiaards luier worden genoemd. Maar jij hebt al net gezegd. Ze hebben langzame stofwisseling. Ja, ze zijn wel wat slomer, maar ze kunnen heel snel zijn. Ja. Maar ik ben heel even benieuwd wie van ons het meest sloom kan zijn. Dus de challenge, Christel, is wie het meest langzaam 3 stappen kan zetten. Oké. Okay. Maar je mag niet stilstaan. Oké. Okay. Je moet bewegen. Dus 3 stappen in zo lang mogelijke tijd. Oké. Okay. 3 stappen. Ja. 3, 2, 1. Nee, je kiel.
Christel is de meest langzame luiaard. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb niet zo'n goede balans, kom ik achter. Hallo, komt mijn ontbijt al? Ja, het komt eraan. Dat hebben we meegenomen. Ze heeft er zin in. Ja. Hey Christel, nog één allerlaatste vraag. Ja. Demi vroeg zich af, kan alleen de drievingerige luiaard zwemmen of ook de tweevingerige? Ook de tweevingerige luiaard kan zwemmen. Gaan ze graag zwemmen? Niet heel graag. Ah. Eigenlijk doen de luiaards dat voornamelijk om van territorium te wisselen. Oh! Ze staan er een beetje ook onbekend om zich dan gewoon in het water te laten vallen. Dus ja. Gewoon loslaten en let's go. Dus, en dan zwemmen ze naar een nieuw territorium en dan gaan ze dan hun leefgebied weer opstarten. Ah, want het territorium dat is een gebiedje wat van dier is, hè? Ja. Eigenlijk hun woongebied. Ja, hun woongebied. Waar ze zelf altijd zijn. Ja. Oké. Okay. Ik heb natuurlijk niet alleen het voer voor de luiaards meegenomen, maar ook voor de Azara agoutis die hier wonen. Misschien komen ze zo, ze vinden dat dier zo een beetje spannend. Maar misschien komen ze zo ook nog beleefd in de wereld. Nou, gaan we dat neerzetten. Dan kunnen ze lekker eten. Nou, dat gaat heel soepel, zoals je kan ja. zien. Kijk, Diego hangt er natuurlijk heel mooi voor. Ja, ik was. Die heeft een makkie. Ja. Zij lekker relaxed ontbijten zo liggend op je ontbijtbord. Ja, zeker. Ja, je merkt het al dat het qua licht een beetje verschilt met hoe we net bij de training waren. Ja. We beginnen nu een beetje te schemeren. En over een paar minuutjes is het donker. En dan kan de dag beginnen. Of de nacht. Ja, dan kan de nacht beginnen. De nacht en de dag. Dan zijn we er klaar voor om bezoekers te ontvangen vandaag. Nou, we waren hier door de vraag van Lily Marie. En haar vraag was, waarom worden luiaards lui genoemd? En het antwoord is... Omdat hun stofwisseling heel traag werkt. Dus ze hebben eigenlijk gewoon geen energie om sneller te functioneren. Maar zijn ze lui? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ze kunnen heel snel zijn. Ja. Vond je dit nou een hele leuke vraag? Doe dan je duimpje omhoog. Heb je nog een dierenvraag? Stel me hieronder in de comments. Abonneer je op het YouTube-kanaal van Dierenpark Amersfoort als je geen video wil missen. Christel, ik vond het superleuk in de nacht. Ik vond het ook heel erg leuk. Ik vond het echt heel gaaf om de luiaard zo van dichtbij te zien. Mooi. Dus dankjewel voor al je antwoorden en alle kennis over de luiaard. En ik hoop jou de volgende keer te zien. En flessen verzamelen. Ja, alle flessen verzamelen voor de luiaard. Heel veel. Tot de volgende keer.